In het kader van Wereldhanden was een dag gisteren, heeft Intermed Caribe verschillende hygiëneproducten geschonken aan het bejaardentehuis Simba te Kommewijnen. Graciela Wongsoregio, manager van Intermed Caribe, hoopt dat deze geste zal bijdragen aan de dagelijkse verzorging van de 37 bewoners van het tehuis. Rivelino Amatarmidi, voorzitter van het stichtingsbestuur, verzekerde dat de schenking goed van pas komt, omdat de seniorenbewoners dagelijks heel veel zorg nodig hebben. Want hygiëne is zo belangrijk, vooral handhygiëne, dames en heren. De nurses die weten het allemaal het best, daar hoef ik niks te vertellen. Jullie zijn allemaal daarvoor opgeleid. Wat ik daarmee wel wil beogen vanuit Intermed, wat wij willen beogen vanuit het team, want we hebben links van ons ook onze werkarm vanuit RGD, BOG en overigen die nu niet aanwezig kunnen zijn, willen we in elk geval deze geste doen om op deze speciale dag ook Huize Simba te gedenken. Wij hopen ook hiermee dat we een deel van de kosten, zoals u het noemde, meneer Lino, eerder op de dag dat we een klein deel mogen bijdragen, want ik weet dat de operations dagelijks van 37 bewoners niet makkelijk zal zijn. Jullie zijn afhankelijk ook van donaties, van het bedrijfsleven of van any other. Wij willen dan op deze manier toch wel jullie helpen. Dat dit geste in feite goed van te pas komt, omdat je dan elke keer handschoenen moet gebruiken, elke keer je handen moet sanitizen. En dat geste komt op het juiste moment. Iets wat we in feite al lang snakten, in feite. Ja. En ik wil van deze plaats uit in feite Intermed en het hele team van harte dank zeggen. En ook aan het bedrijfsleven die eventueel ons zou kunnen helpen, want Simba is in feite een zelfbedruipende instelling. Toch? We kregen wel ondersteuning van de overheid in de vorm van salarissen, maar het exploiteren zelf doen wij middels in feite de bijdrage van de inwoners. Ja. En dat is bij lange na niet genoeg, maar met hulp en ondersteuning en geloof in de Almachtige lukt het ons wel. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart heeft bij deze gelegenheid het belang van handen wassen benadrukt. Volgens hem heeft onderzoek uitgewezen dat jaarlijks 500.000 kinderen jonger dan 5 jaar sterft als gevolg van een aandoening of ziekte die ze hebben opgelopen door de handen niet te hebben gewassen. Dat is het bewijs dat handhygiëne ontzettend belangrijk is. Het is namelijk zo dat je verschillende vormen hebt van hygiëne. Keukenhygiëne, bedrijfshygiëne, persoonlijke hygiëne. Een onderdeel van persoonlijke hygiëne is handhygiëne. Maar van alle hygiënevormen is handhygiëne het belangrijkste. En dat komt omdat je een ziektekiemen van de ene plaats naar de andere plaats kan brengen, overbrengen. We raken bijvoorbeeld onszelf aan, we raken anderen aan, we raken eten aan, we raken dieren aan, we raken de vloer aan. Ons handen komt in contact met een ontlasting, met urine. En op die manier kan je bijvoorbeeld dus, als je dus een gecontamineerde plek hebt aangeraakt en dan je handen bijvoorbeeld op levensmiddelen brengt, bereid voedsel, dan kan je de ziektekiemen op die manier overbrengen en kan je dus jezelf en anderen daarmee ziek maken. Tot zover voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Bij de viering van de Internationale Dag van Handenwassen benadrukte hij het belang van hygiëne. Het bejaardentehuis Simba heeft hygiëneproducten ontvangen van Intermed Caribe.